Toch? Ja. Jezus. Wow. Jezus. Vandaag lekker met Mikey. Staat hij hoor. Maar even lekker op een landje zoeken. Weer even op zoek naar oudheden. Echt zin in. Het is prachtig weer. Dus laat de vondsten maar komen. Stukje ornament. En nog een stuk. Dus het is één lang stuk. Het andere stukje wordt aan de andere kant. Nou, Michael heeft een geweldige vondst. Hij vindt gewoon een speelgoedkanon. Hoe gaaf is dat? Mooie vondst. Lekker weer, hè? Top. Een stuk van een Z-letter. Nou, dit lijkt wel een soort zinnetje. Z-zin. Z-zin. Ik kan niet zien wat er staat, maar dus ik zie hier duidelijk lettertjes staan daar. Een stukje lepel. Geen zilver hoor, gewoon een zinken. Zit het de kluit? Wat een muntkluitje zijn of een gordijnringkluitje. Ik denk een gordijnringkluitje. Ik denk een muntje. Een leeuwshand, wel hele mooie nog. Een knappe. Toen ik de kluit omhoog haalde, zag ik wat. Ik tikte het eraf hier al ergens. Ik vloog hierheen. Ik heb iets langs. Oh, kijk. Oh, dat is wel super gaaf. Een soldaatje. Ik dacht eigenlijk dat het iets van zo'n knoop was, zo'n leerbeslag of zo. Deze had ik even niet verwacht. Je ziet het mooie verf er ook nog op zitten. Beetje groen met een gele streep. Rugtasje. Uiteraard geen hoofd meer. Het is wel mooi. Met voetje. Super gaaf. Kijk. Rokgewicht. Een rokgewichtje. Die werd binnenkant van de rok genaaid. Om hem lekker strak te houden, je rok.
Wat is dit? Geen idee wat het is. Dit is hol. Ik weet niet of het wat is, maar het lijkt wel een soort olifantje of zo. Hier is een slurf. Pootjes. Ik weet, het kan net zo goed rotzooi zijn. Dus thuis even goed schoonmaken. Kijken wat het is. Oeh, kijk eens even. En een grote munt in de kluit. Ik weet niet wat het is, maar ik zie achterop een kop staan. Het is echt zonde. Michael vindt gewoon nog een kanon, maar nu een halve. Maar met het onderzetje eraan, dat zie je echt heel weinig. Dat is wel heel jammer. Met de lens ziet hij er nog aan. Gaaf, heel gaaf. Dit het? Wat is dit dan? Geen idee wat het is. Een looie tand, denk ik. Dat is een kroon uit een looie tijdperk, denk ik. En weer een stuk lood. Een reuze rokverzwaring. Zie je dat? Huge! Een hele grote rok geweest zijn dit. Oeh. Een oud lakenlood, denk ik. Er staat nog wat in. Groot lood. Hé? Hey? Lakenlood. De gold rain, zou het. Nee. Flotje troep. Nou, wat is dit? Het is versierd. Klein stukje ergens om. Maar wat het is? Ik denk een loodje of zo. Van binnen op 21. Dat ziet er wel interessant uit. Lijkt een loodje, maar het kan ook een knoopje zijn. Lijkt wel iets met een soort huisje of zo. Ja, ik denk wel een knoopje. Of een loodje. Ik weet het niet. Het voelt eigenlijk wel als lood. Heel gaaf. 41 gaf je aan. Een klein pijpenkopje. Dat is wel een oudje. Hoe kleiner ze zijn, hoe ouder ze. Dat is te oud, hè, dus. Ha. De derde die ik vind, hè. Een kolfslofje. Ja, de derde die ik heb gevonden nu. Een oud kolfslofje. Dat was een spel vroeger. Kolf. Ik zal even een fotootje in beeld doen. Samen met een klein klooipoipie. Een beetje dezelfde tijd, denk ik. Oh, dit is een hele oude, hè? Ja, hoe kleiner, hoe... Oh ja. Ja, gaaf. Leuk, hè? Ja. Dat is de derde die ik gevonden heb. Kolfslof, al drie heb ik nu. Dat is mijn derde. Dit is echt een oudje. Kijk, hier staan nog versiersels op, zie je? Oh ja, hoe gaaf is dat dan? Mooi, hè? Ja. Hij is nog gedecoreerd ook, met sterretjes. En ja, met een kartelrandje erin.
superleuk. Deze kant ook niks, maar hier al is het mooi versierd. Elf. Hè? Huh? Wat is dat? Dat is weer zo'n zaadding. Dat komt dat jij een zaadmonster bent. Dat komt dat jij een zaadmonster bent. Wat is dit dan? Uba. Wat is dit? Wat is dit? Oh, USA? Iets met USA staat erop. Geen idee wat dat is. Is dat USA? USA? Niet vouwen! Ik vouw hem niet hoor. Kom er amper aan man. USA Band of Brothers. Wat zal het zijn? Oorlogstroep. Ja. Is dit zilver? Nou, weet ik niet. Inderdaad, USA Band staat er. Ja. Oeh, daar komt ie. Live dick to China. Live dick to China. Live dick. Kolfslof. Nee! Echt? Jee, ja. Wat gaaf. Normaal vind je ze nooit, die dingen. Hoe diep je ligt, hè? Ja. Deze is ook bewerkt, hè? Gaaf. Dat is wel heel vet dat we gewoon allebei zo eentje vinden, hè? Hè? Gaaf, dat is wel heel gaaf, ja. Ook zo'n kleintje. Misschien was het al een kolfveld hier al. Ja. Dat kan toch? Misschien hebben we wedstrijden gedaan. Ja. Misschien kunnen wij het nou ook wel weer doen. Ja, heel gaaf. En hij is nog heel. Ja, hij is nog heel ook, ja. Die van mij is iets afgebroebeld. Heel leuk. Moet je kijken hoe diep je lag. Ja. Halve meuter. Een clipje. Een ringetje. Ik weet niet wat het van is. Oeh. Nou, Michael heeft iets grappigs, dus hij zal wel een clown gevonden hebben of zo. Nee. Wat heb je? Oeh, dat is wel heel gaaf. Een glijder. Gaaf, heel mooi. Hier zie je twee sleuteltjes onderin. Ja, inderdaad. En zo. Dus leiden en draai hem eens om. 31,14 volgens mij staat erop. Oh ja. Draai nog eens een keer om. Oh, Michael heb goud. En wat voor goud, jongen? Meen je niet? Ja. Oeh. Een hart, jongen. Een munt? Een ring. Oh joh. Hè? Oh joh. Serieus? Wow. Dat is zo'n renaissance ding, toch? Ja. Jezus. Wow. Jezus. Ah. Een steen waarschijnlijk dat erin zit, jongen. Oh, dit is een oude. Wow. Kijk dan, hé. Oeh, ik zit te trillen. Ja, er zit een steentje in. Als... Echt, dit is normaal, dit, jongens. Oh. Wow, jongen. Wow. Dit is niet normaal. Kijk die binnenkant hier. Jeetje, man. En kijk hoe dat mooi bewerkt het is. No. Zeker laten restaureren, dat ding. Jezus, zwaar, weet ding. Zwaar, hè? No. Heel klein knopgewichtje. Ook erg leuk. Nou, Michael heeft nog een leuk suikerschepje, zoals hij zou zeggen. Hoe noem je dat dan? Suikerschepje. Een suikerschepje. Mooitje. Ik kan hem zo gebruiken, in het suikerpotje. Nou, jij krijgt volgens haar een suiker met een schepje. Hoppa. Nou, dat was hem weer. Echt een geweldige zoektocht. Met echt een megafonds natuurlijk. Van onze golden boy hier al, onze golden boy. Nou, vond je deze video nou leuk? Geef even een duimpje. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Want daar help je ons ontzettend mee. Ah! Tot de volgende video!